De VVD en PvdA GroenLinks in Weidemeren gaan met elkaar in discussie in de bibliotheek van Bussum. Sitar Vermeulen van de VVD wil vooral het scheefwonen aanpakken. Er wonen te veel mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning. Maar Stan Poels van PvdA GroenLinks ziet meer heil in het bouwen van extra sociale huurwoningen. Dan kunt u me afrekenen op 100 sociale woningen erbij in Weidemeren. Dit is het verkiezingsdebat van In Derde Termijn met Ruud Bochart. De meteorologische lente is inmiddels begonnen. De astronomische lente begint op 21 maart. En laat dat nou net de dag van de verkiezingen zijn. We staan daarbij stil met de fractie van GroenLinks PvdA, of de partij, de lijstverbinding GroenLinks PvdA, Stan Poels. En de VVD in Weidemeren, Sita Vermeulen. Mevrouw Vermeulen, ik begin even met u. U heeft een tijdje in de coalitie gezeten en een tijdje alweer zit u nu in de oppositie. Ja. Wat was voor u het belangrijkste verschil? Het verschil tussen oppositie en coalitie is dat je als oppositie minder dingen voor elkaar kan krijgen. Ja. En dat is echt het grote verschil. Dat heeft u ook aan de lijve zo ondervonden. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat neemt niet weg dat je als oppositie toch wel op bepaalde punten je stempel kan drukken. Ja. Dat wel. Ja. Of je dan ook gelijk krijgt is een tweede, maar je kan wel je stempel erop drukken. Is er iets waarop u stempel heeft willen drukken terwijl u in de oppositie zat? Zeker, het vastgoedbeleid van de gemeente. Er heeft de verkoop plaatsgevonden van de brandweerkazerne. En dat is volgens ons niet transparant gebeurd. Er is ook heel veel ophef over geweest onder de bevolking. En wij hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor het vastgoedbeleid. Dat heeft het haast, zou ik zeggen, uiteraard niet gehaald. Maar ik zie nu wel terug dat er wijzigingen zijn in het gemeentelijk beleid. En ook, en dat is nieuw voor Weidemeren, wordt er een ambtenaar benoemd die speciaal met vastgoed belast is. Dus ik zie er wel wat van terug, maar meestal komt dat later, niet gelijk. Ja, 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 ja. Meneer Poels, leg even nog uit, hè. GroenLinks, Partij van de Arbeid. Voor heel veel mensen misschien een vertrouwd fenomeen. Voor heel veel kijkers wellicht niet. Nou ja, wij zijn allebei in Weidemeren vrij kleine partijen. We kwamen elkaar ongeveer 5-6 jaar geleden tegen als fractieassistent van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En toen zijn we toch eens bij elkaar gekropen van in de zin van, ja, het kost moeite om bestuursleden te vinden, het kost moeite om een fractie compleet te krijgen. Is het niet verstandig om de krachten te bundelen? Nou, toen hebben we een heel proces gestart met de besturen en met de landelijke organisaties daarbij. En toen hebben we gezegd, ja, het is gewoon belangrijk om de krachten te bundelen. En dat heeft er eigenlijk toe geleid om weer een beetje een linkse vuist, als ik het zo mag noemen, te maken. Ja. Dat we in eerste instantie lijstverbinding zijn aangegaan en nu zijn we echt een lijstcombinatie. Hè. Dus we zijn echt één lijst en daarom staat er ook Partij van Arbeid / GroenLinks. Het maakt eigenlijk geen verschil meer. Maar het was echt uit nood geboren omdat we moeite hadden om... Want op sommige onderdelen zal de Partij van de Arbeid toch anders gedacht hebben dan GroenLinks? Ja, klopt. Wij hebben van tevoren hebben we natuurlijk alle onderwerpen de revue laten passeren. En dan kun je ervan uitgaan dat je ongeveer 85% bij het met elkaar eens. En we hebben gezegd op de onderwerpen waar we het niet over eens zijn, zijn we vrij. Dus in de raad waar we altijd met één Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben gezeten de afgelopen periode, was dan iedereen vrij om aan te geven wat hij daarvan vond. Dat heeft in de praktijk overigens nooit geleid tot een verschil in mening of zo. Maar we hebben van tevoren geregeld, ja, als het echt aan de orde is, dan ben je vrij om te vinden wat je vindt. Dan is er geen fractie of partijdiscipline. Ja, ja. Overigens, de reactie die we nu op de achtergrond horen heeft niets te maken met uw antwoord. We zitten hier in de bibliotheek. Ik hoor heel veel jonge mensen, dus dat doe ik deugd, toch? Ja. Zit hier in de bibliotheek in Bussum en vrij toegankelijk voor iedereen. Dus voor kinderen. U heeft in de afgelopen 4 jaar in het college gezeten van Weidemeren. Wat is uw belangrijkste trofee, zal ik maar zeggen? Heb je een half uur? Of, nou, nee. Het is beperkt tot een minuut. Ik wou 3 onderwerpen noemen waar ik toch wel heel trots op ben. Wij vonden het overigens verrassend dat we in de coalitie kwamen. Hè. We hadden maar 2 zetels, dus vonden we verrassend. Maar toen we er eenmaal in zaten, dachten we, nu zullen we ervan genieten ook. Dus er zijn 3 onderwerpen waar ik wel heel erg trots op ben. Duurzaamheid, we hebben het eindelijk op de agenda gekregen. Duurzaamheidsnotitie met allerlei activiteiten. Over duurzaamheid gaan we zo direct nog verder spreken. Prima, 2e onderwerp is woningbouw. De woningbouw is weer op gang gekomen de afgelopen periode. In allerlei opzichten. Ja. Daar zijn we ook heel erg trots op. En dan steeds in de poging om een deel daarvan sociale woningbouw te laten zijn voor jongeren en voor ouderen. En 3e waar we heel trots op zijn, dat zijn de integrale kindcentra. Dus de combinatie van allemaal onderwerpen komen in orde. Maar het zijn wel 3 onderwerpen waar wij de afgelopen periode heel trots op zijn dat we die gerealiseerd hebben. Ja, ja. Als u straks weer in het college zit, waar kunnen we u dan op afrekenen? Over 4 jaar.
U kijkt naar mij, hè? Ja, ik kijk naar u. Dan kunt u me afrekenen op 100 sociale woningen erbij in Weidemeren. 100? 100, ja. Sociale, hè? Want 1/3 van wat we bouwen moet sociaal zijn. Ja. 2 IKC's erbij, eentje in Neder-Hastenberg en eentje in Kortehoef. En zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen en een subsidieregeling voor de particuliere sector om hun woningen duurzaam te kunnen maken. Goed, daar kunt u mij op afrekenen. Dat is eigenlijk. Waar kunnen we u op afrekenen, mevrouw Vermeulen, als de VVD 4 jaar in het college komt? Wij vinden het heel erg belangrijk dat als het tot een fusie komt met Hilversum, en dat ziet er natuurlijk wel uit, dat dat gaat gebeuren, dat er een dorpenraad komt. Inwoners van Weidemeren zijn bang, hebben echt angst dat ze verdrinken in het grote Hilversum. En wij vinden het van belang dat mensen uit Weidemeren toch hun via een dorpenraad invloed kunnen uitoefenen op de gemeenteraad die er dan zit. Weet en dat moet je voorbereiden. Per dorpskern of voor de hele gemeente Weidemeren? Nou, wij zitten in eerste instantie te denken aan een dorpenraad, dus één raad voor alle dorpen. Ja. Maar dat bepalen wij niet als politiek, dat moeten de burgers zelf bepalen. Dus wij gaan daar met burgers ook over in gesprek om te kijken hoe ze dat zelf zien. Sandra van Rijkom is nu uw wethouder. Wie is de volgende wethouderskandidaat? Is zij dat weer? Dat is er nog steeds. Ja, we zijn heel tevreden. Volgens mij is de hele gemeenteraad heel tevreden over Sandra van Rijkom. Dus mocht het weer zover komen. Precies als de VVD in stem klikken. Ja, heel erg tevreden. Dus ik denk dat ze het bij vriend en vijand heel goed gedaan heeft. Dus dat is in een voorkomende situatie weer onze wethouderskandidaat. Ja. Met name ook het integraal kindcentrum wat ze voor elkaar heeft gekregen. Echt petje af. Ze is nu bezig met Neder-Rosenberg. Daar ligt het iets ingewikkelder, maar ik heb er vertrouwen in dat er over 4 jaar toch ook zeker afspraken over zijn gemaakt. Ook heel belangrijk. Ja. En wie is bij u een eventuele wethouderskandidaat? Dat is Jan Klink. Nummer 2 op de lijst, is nieuw in de gemeentelijke politiek, maar heeft wel zijn sporen verdiend in het Haagse. Hij is assistent geweest van een Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is nu senior beleidsmedewerker op economische zaken. Hij heeft ook nog in Brussel actief geweest. Dus echt iemand die weet waar het openbaar bestuur over gaat. En hij heeft een agrarische achtergrond. Meestal is het CDA, hè? Die kandidaat heeft een agrarische achtergrond. Hij heeft samen met zijn moeder en zijn broer een agrarisch bedrijf gehad in Groningen. En dan maar hopen dat hij dan de volle periode mag uitzitten dit keer. Ja. Goed, Joelen met al het Integraal Kindcentrum. Die is nu in wording, zal ik maar zeggen, in Loosdrecht. Nu willen we hem uitbreiden naar Neder-Hostenberg en naar Schaveland / Kortehoef. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Als je kijkt naar hoe het onderwijs tegenwoordig in elkaar zit. Het onderwijs is veel meer gepersonaliseerd. Had je vroeger hele homogene klassen waar alle kinderen gewoon een taalles of rekenles kregen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Kinderen worden op hun eigen niveau worden begeleid. En dat betekent niet alleen dat je een andere, dat die begeleiding anders is, maar dat je ook je inrichting, je gebouwen, de fysieke omgeving moet je daarop aanpassen. Er zijn ook veel externe begeleiders, behalve de leerkrachten, ook mensen die kinderen toch onderwijs geven op het gebied van cultuur en noem maar op. En daar moet je als gemeente wel op inspelen. Daarbij komt, en over duurzaamheid komen we nog, dat de gebouwen, zeker ook in Loosdrecht, die zijn oud. Die zijn dus absoluut niet duurzaam. En doordat je nu een mooi nieuw gebouw neerzet, waar kinderen van de leeftijd van nou een jaar of 4 of 3 tot een jaar of 12 terecht kunnen. Formeel 0 tot 12, dat, hè? Ja, zoiets. Dat betekent dat die gebouwen ook goedkoper worden in het onderhoud. En dat er dus veel meer geld beschikbaar blijft voor onderwijs. Ja, maar heb ik u goed? Want ik kan me voorstellen dat mensen die naar dit programma kijken en zelf bijvoorbeeld geen kinderen hebben, denken, waar hebben we het over? Ja. Begrijp ik het goed, en corrigeer me als het niet zo is, dat zo'n integraal kindcentrum ook de oude peuteropvang of de vroege voorschoolse opvang, de naschoolse opvang, het onderwijs, dat het allemaal verenigd is. Het hoort er allemaal bij. Ja. En ik krijg ook een soort continu rooster.
Kan. Ja, kan. Ja, ik weet eigenlijk niet. Je kunt voorschoolse opvang, je kunt tussenschoolse en je kunt naschoolse opvang kun je doen van 0 tot 12 jaar. En nog aanvullend op wat Sita zegt, wat ook heel belangrijk is, is dat je door zo'n IKC er ook in slaagt om überhaupt nog een schoolvoorziening overeind te houden. Hè. Juist in die kernen staan de leerlingenaantallen erg onder druk. En door die combinatie met kinderopvang ben je in staat om nog een school schuine streep opvangvoorziening te realiseren. Dus wij vinden het ook belangrijk als Partij van Arbeid GroenLinks voor de leefbaarheid van de kernen. Hè. Ja. Door die combinatie heb je wat meer slagkracht en meer volume om die school ook überhaupt overeind te houden. Wij vinden het ook wel erg belangrijk dat er in elke kern een basisschool, schuine streep in de toekomst, IKC is. Ja. Ik mis toch Anke Veen in het rijtje? Ja, nou, ja. Anke Veen, dat is typisch een school die zo net op een 80 leerlingen zit. Dat is natuurlijk wel een kritieke grens. Maar net wat Stan zegt, een school is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. Anke Veen heeft nu ook onlangs een buitenlokaal hebben ze gebouwd. Toch ook om weer wat extra impuls te geven aan het onderwijs. En om ook ouders het gevoel te geven dat Anke Veen ook echt vernieuwend bezig is. Maar ja, dat is ontzettend belangrijk. En in Nederhorst, waar Sandra nu met gesprekken gaat beginnen met schoolbesturen, daar hebben we twee scholen die ook omstreeks die bij die grens zitten van 80 leerlingen. Opheffingsnorm. De opheffingsnorm noem je dat inderdaad, ja. Er is één school die doet het heel goed. Maar ja, om die twee andere scholen toch ook te integreren, is het mogelijk nodig dat daar ook een integraal kindcentrum komt. Ik denk dat ouders daar ook heel blij mee zijn. Ja, 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 ja. U bent het daar allebei over eens, begrijp ik, hè? Ja. Ja. Zoeken we ook naar de verschillen natuurlijk tussen u. Zeker. Dus pakken we even een ander thema, de duurzaamheid. Begin ik even met u, meneer Pons. U zei zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, daar kunnen we u over 4 jaar op afrekenen. Ja, dat is natuurlijk een makkelijk voorbeeld, hè. Kijk, als je het over duurzaamheid hebt. Ik weet hoeveel gemeentelijke gebouwen er zijn en of het allemaal gaat lukken. Niet zo heel erg veel. En sommige gebouwen zijn zo oud dat de daken zich niet eens meer lenen, hè, ja. voor zonnepanelen. Maar voor ons is zonnepanelen een soort metafoor voor wat er de komende periode moet gebeuren. Wij maken ons daadwerkelijk zorgen om de effecten van het klimaat en klimaataanpassing. En zonnepanelen als een manier om van het gas af te komen. Hè? Want wat we als GroenLinks heel graag willen is dat de verslaving aan gas, zoals we het zo mooi noemen, daar willen we graag vanaf. Nou, dan zul je naar andere vormen van energie moeten komen. En zonne-energie is er daar ook eentje van. Windenergie is er ook eentje van. Met grote verbazing leidt windenergie altijd tot enorme discussies. Terwijl ik naar mijn mening een van de mooiste vormen van in een land als Nederland een van de meest voorkomende en meest makkelijke energiebronnen is. Maar het leidt nogal tot discussies van omwonenden, et cetera, et cetera. En die discussies komen dan voort uit dat men die windmolens. Exact, de volgende overlast hè, in de buurt. De mogelijke horizonvervuiling. De vogelsterfte die er zou komen doordat ze tegen die wieken aanwaaien. Je kun je altijd argumenten verzinnen, maar Nederland moet van het gas af. En als we niet erin slagen om alternatieve bronnen, wind, zon, water, geothermie, er zijn zoveel technieken tegenwoordig die. Ja. Maar u kiest dus vooral voor die duurzaamheid om die klimaatverandering tegen te gaan. Ja. Of in ieder geval maatregelen te treffen. Klimaataanpassing is er al. Ja. Dus daar moet wel iets om mee. De negatieve gevolgen van die klimaatverandering aan te pakken. Het Parijsakkoord. We willen die opwarming van die aarde tot maximaal 2 graden. Dus dat moet echt maximaal 2 zijn. En dat zal al een enorme klus zijn om die 2% te halen. En daar hebben we ook lokaal een enorme verplichting in. En nou, dat beweer ik. En dat probeert onze partij heel nadrukkelijk te realiseren. Maar het is echt urgent. Ja, en ja. Die urgentie, dat is echt een punt van onze fractie. Ja. Die willen we in deze gemeente nadrukkelijk aan de orde brengen. Want bij u, mevrouw Vermeulen, in uw verkiezingsprogramma van de VVD, zag ik ook de duurzaamheid. Ja. Maar dan niet zozeer om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, maar juist om de economie te bevorderen. Dat vond ik toch een wat andere insteek. Nou, dat is dan ben ik wel heel erg op zoek gegaan naar de verschillen. Dat is inderdaad een aspect dat voor de VVD ook meetelt. Ja. Want als je verduurzaamt, dat betekent ook dat de economie je ten goede komt. Maar wij zijn natuurlijk als VVD er ook van overtuigd dat je niet voorbij kunt gaan aan de klimaatverandering. En de gemeente heeft daarin toch een hele belangrijke rol. Allereerst vinden wij het van belang dat de gemeente informeert. Je kunt natuurlijk via heel veel informatieavonden, het bouwloket wat je hebt, daar kun je allerlei informatie vinden over energiebesparing. Dan heb je de zontest, geloof ik, noem je dat. Dan kun je precies zien aan de hand van je huis, dat kun je allemaal op Google zien.
hè, hoe dat zit. Dan heb je faciliteren, dat is ook iets wat de gemeente kan doen. Maar daarnaast ook het goede voorbeeld geven, dat is wat Stan zegt. En het voorbeeld geven, dat wil ook zeggen op de zonnepanelen, dus inderdaad een vrij makkelijk voorbeeld. Maar ja, wij kunnen ook als gemeente het eenvoudiger maken om zonneweiden te kunnen plaatsen. De VVD heeft vorig jaar nog een voorstel daarvoor gedaan. We hebben een plan Groenewoud. En wij waren van mening dat je daar ontzettend goed een zonneweide kon neerzetten. Maar de provincie hield het tegen. Gisteravond hebben we Groenewoud weer aan de orde gehad. En toen heb ik het weer een keer genoemd. En ja, ik denk dat we toch nog maar eens moeten kijken of de provincie daar niet toe over te halen is. Want het is een mooie locatie. Of waar dan ook. Ja. Andere maatregelen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn, die een overheid zou kunnen stimuleren, het verstenen tegengaan van tuinen bijvoorbeeld. Hè? Dat is nou mooi. Hè? Hele goeie. Vorig jaar heb bomen ik om juist de hitte tegen te gaan. Ja. Vorig jaar heb ik tot mijn grote genoegen een motie mogen indienen. Toen hebben we eenmalig voor 2018 een ton extra gekregen voor het onderwerp duurzaamheid. En we hebben onlangs bericht gekregen van de wethouder dat hij dat aan twee dingen gaat besteden. Aan de ene kant wat extra capaciteit ambtelijk, aan de andere kant verstening tegengaan, de actie steenbreek. Misschien kent u dat wel, zo'n steen die sla je dan door midden en die haal je uit je tuin, waardoor de waterafvoer en de regentonnen. Dus de helft van die ton wordt besteed aan de actie steenbreek. Dus dat is een van de dingen die we in 2018 nog hopen uit te rollen. In de hoop dat mensen daarmee hun tuinen weer zanderig en modderig en gaan maken, zodat het waterafvoer veel beter kan plaatsvinden. Dus dat zit in 2018 zit het in de planning. Maar je kunt het ook zien op straat. We hebben zulke hevige regenbuien. Het riool kan het niet meer aan. Goed. En je moet echt het riool en het hemelwater moet je gaan scheiden. Daar kom je niet aan. Ja. Ja. En wij staan er ook zeker achter. Ja. Nederland moet van het gas af. Weidemeer ook. We gaan even naar de woningbouw, want je zou dus nu eigenlijk al kunnen zeggen tegen projectontwikkelaars, als je een woonwijk gaat bouwen of als je een paar nieuwe huizen gaat bouwen in de straat, willen wij dat je eigenlijk geen gasaansluiting meer realiseert. Ja. Is die mogelijkheid er al? Nou kijk, die verplichting is er al af, hè? Landelijk, dat hoeft niet meer. Dus je kunt als gemeente kun je het met projectontwikkelaars over hebben. Het is wel makkelijk gezegd, hè? Want het vraagt nogal een aanpassing van je hele energiehuishouden om dat te doen. Maar ik vind, nu de periode daar is, de eerste wijk waarvan ik hoop dat die echt tot ontwikkeling gaat komen in Weidemeer is Ter Siepen. En ik kan me heel goed voorstellen dat we Ter Siepen gebruiken als de eerste wijk waar wij in overleg met de bouwers gaan zeggen, of gedeeltelijk, kun je ook nog over hebben, van deze wijk moet gasloos worden. Je moet een keer beginnen. Hè, want de investeringen, ook voor gasloos, die duren 40 jaar voordat je eruit hebt. Als we nu weer gasleidingen gaan doen, dan hebben we weer 38 jaar nodig om het te laten afschrijven, als u begrijpt wat ik bedoel. Was, in 2050 moet Nederland van het gas af. Dat is vanaf nu gerekend nog 32 jaar, zeg ik dat goed? Ja. 32 jaar. Ja. Dus we zijn eigenlijk al iets te laat, maar goed, laten we dat dan opschuiven. Maar eigenlijk moet vanaf nu elk bouwplan moet van het gas af. Dat is onze insteek. En of dat helemaal lukt of gedeeltelijk lukt, maar het uitgangspunt moet elke keer op tafel liggen. Wat ons deelt u die opvatting? Ja, ik vind ook dat je nu moet beginnen. Aan de andere kant moet je de problemen ook onder ogen zien. Er zijn veel, bijvoorbeeld warmtepompen, is nog echt iets wat in ontwikkeling is. Hè. Aan de andere kant is het ook een hele dure oplossing. Als je een warmtepomp hebt, ik zou hem graag hebben, maar ik heb het huis er niet voor. Ja. Maar dan praat je toch gauw over een investering van zo'n 20.000, 25.000 euro. Dus vergeleken met een gasketel van 2.000 euro, zijn dat hele hoge kosten. Ja. Dat neemt niet weg, wat ik al zei. Je kunt niet aan de klimaatverandering voorbij gaan. Dus we zullen wel moeten. Dus ja, wij zijn daar voorstander van. Ja, wel. Ja. We gaan naar de sociale huurwoningen. Toen ik u net vroeg waar kan ik u over 4 jaar op afrekenen, zei 100 sociale huurwoningen. Ik ga met de VVD beginnen. Mevrouw Van Meerwent, in uw verkiezingsprogramma zegt u, ja, de gemeente moet je niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Klopt? Nee, dat klopt. Ja? U vindt dat we er genoeg hebben? Of we, maar dat Weidemeren er genoeg heeft? Nou, waar wij ons als VVD heel erg zorgen over maken, en niet alleen nu maar al langer, dat is het scheef wonen.
Er wonen te veel mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning waar ze niet voor bedoeld zijn. In de hele regio Gooi en Vechtstreek is dat 26%. En wij zijn van mening dat als je... Even voor mijn begrip. 26% van alle mensen die ergens wonen of 26% van de mensen die in een sociale huurwoning wonen? Sociale huurwoning wonen, ja. Ja, en dat vinden wij gewoon te veel. Ja. Want die mensen die scheef wonen, die zorgen er wel voor dat starters bijvoorbeeld niet in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. Vandaar dat wij het heel belangrijk vinden dat er gebouwd gaat worden in het middensegment, zowel huur als koop. En het voordeel is ook weer, dan kom je weer met duurzaamheid om de hoek. Het voordeel daarvan is dat die nieuwe woningen, die zijn duurzaam gebouwd, waardoor de woonlasten van de consument naar beneden gaan. Dus die kunnen dan ook makkelijk overstappen van een goedkopere sociale huurwoning naar een woning in het middensegment. Dat zegt niet dat wij, wil niet zeggen dat wij helemaal tegen de bouw van sociale huurwoningen zijn, maar je moet het natuurlijk wel met beleid doen. Niet alleen maar sociale huurwoningen toevoegen. U zegt er zijn misschien wel voldoende sociale huurwoningen als je dat scheef wonen harder zou kunnen aanpakken. Dan kom je al een heel eind in een goede richting. Ja, ja dat hoor ik u zeggen. Ik zie u wat bedenkelijk kijken, meneer Pols. Nee, daar kan ik het niet mee eens zijn. Kijk, ik was vorige week bij de opening van de Orangerie. Dat is een wooncomplex op de Schaveland, in Schaveland. Ja. Waar 42 eenheden zijn gerealiseerd voor jongeren. Weet je hoeveel inschrijvingen er waren? 641. Dus dat geeft aan, dat zijn jonge mensen die voor de eerste of de tweede keer in een sociaal wooncomplex konden wonen. En hoeveel woningen zijn er beschikbaar? Er waren er 42 beschikbaar. 42 en er waren 641 inschrijvingen. Dus en ik begrijp het probleem van het scheefwonen. Dat is natuurlijk ook. Alleen deze jonge mensen, die hebben nog nooit ergens gewoond. Die hebben net hun eerste baan of die studeren nog. Dus van scheefwonen is daar helemaal geen sprake. En als je dan al ziet dat de basisaantallen sociale woningbouw veel te laag zijn, dan moet ook enorm gebouwd worden. De scheefwonen moet aangepakt worden, absoluut. Maar dat is niet voldoende, wat ons betreft, voor de enorme woningbouwvraag. U zegt, dan blijft er toch altijd een gebrek aan sociale... Ja, en waar we natuurlijk in Weidemeren mee te maken hebben, is toch een behoorlijke vergrijzing. Hè? Als je naar de demografie kijkt, dan zie je dat de komende jaren Weidemeren vergrijst. Is al zo, maar het zal alleen maar gaan toenemen. En wil je die jonge lui ook de kans geven om zeg maar wat meer evenwicht te brengen in die bevolkingssamenstelling, zullen we iets moeten bouwen. Dus die 41 of 42, dat is voor mij betreft nog maar een begin. Ik ook wel begrijp dat het aantal plekken waar je in Weidemeren kunt bouwen, gegeven de hele natuur waar we natuurlijk door omringd zijn, is beperkt. Maar ik ben het niet met mevrouw Van Meulen eens dat we voldoende hebben als ik naar die jongelui kijk. Als ik afgelopen vrijdag die jongelui zag en degene die het zo blijkt, ben ook naar een van die woningen wezen kijken. Nou ja, die staan dan 7 of 8 of 9 jaar op een wachtlijsten voordat ze eindelijk een keer aan de beurt zijn. Ik denk, nou, zo zou ik er nog wel een paar willen. Nou, en dan wil ik toch wel even corrigeren. Ik heb niet gezegd dat wij tegen sociale woningbouw zijn. We hebben op dit moment in Weidemeren gemiddeld zo'n 22%. We streven naar 1/3. Dus dat er best nog wat bij kan. Maar wij vinden wel dat je verder moet kijken. Nogmaals, het scheef wonen. En ook in het midden dat je moet bouwen. Want er zijn genoeg mensen die ook een inkomen boven de sociale huurgrens zitten. Dus daar moet je ook zeker voor bouwen. Heb je als overheid instrumenten om dat scheef wonen tegen te gaan? Nee. Dat ligt echt bij die woningcorporaties. Nou ja, in zoverre heb je een instrument. Als mensen te veel verdienen, dan worden ze dus geconfronteerd met een extra huurverhoging. Ja. Waardoor ze sneller aan de max komen. Maar dat is het enige instrument wat op het ogenblik gebruikt wordt. Aan de andere kant, de gemeentes willen ook wooncoaches inzetten. Om mensen toch te proberen over te halen om naar een huurwoning te gaan in het middensegment. En dan kom ik toch ook weer terug op die woonlasten. Als je dan naar een nieuwe woning gaat die duurzaam gebouwd is, dan kom je qua kosten natuurlijk ook weer qua woonlasten ook weer beter uit. Dus we zullen het best wel ergens eens over worden, maar de nuance zit bij ons wel iets anders. Dat is duidelijk. Ja. We gaan het afronden met het laatste onderwerp. Het F-woord. Het F-woord. Ja, ja. Ik heb hem vorige week geïntroduceerd. Ja. Het F-woord. Ja. We waren het eigenlijk niet van plan om daar elke uitzending bij stil te staan, maar ik ontkom er niet aan. Zeker niet in de gemeente Weidemeren. Meneer Pols, begin met u. Ja, kijk, het F-woord of het H-woord, hè, wat er bij ons zit, het Hilversum of herindeling. Hè. Ja, maar het F-woord is misschien iets neutraler dan het H-woord. Nou ja, kijk, onze mening is al heel lang helder. Hè. Wij roepen al vanaf 2015, Weidemeren is te zwak en te kwetsbaar geworden. Wij houden het niet vol op deze manier.
Wij zullen op de een of andere manier onze kwetsbaarheid moeten oplossen. Toen kwam het rapport van Deloitte, wat de provincie die zei, de gemeente heeft onvoldoende bestuurskracht. Toen hebben we zelf rapporten laten maken door de firma Rijnconsult, waaruit we ogenblikkelijk 800.000 euro hebben moeten en ook gewild vrijmaken voor het versterken van de organisatie, om de organisatie op orde te brengen. Ondertussen hebben we sinds gisteren of eergisteren een nieuw document gekregen waarin blijkt dat ook dat nog niet voldoende is, dat er volgende jaar nog veel meer geïnvesteerd zal moeten worden in de ambtelijke organisatie. Kijk, we kunnen blijven investeringen, maar we zouden eigenlijk een keer moeten zeggen, ook, en dat ik hoorde dat de heer Fuik ook zeggen, heel terecht hier in een van de eerdere uitzendingen, ook voor de betrokken medewerkers. Die medewerkers moeten we ook eens een keer richting geven waar we naartoe willen. En deze gemeente gaat het zelfstandig niet meer redden. En wat zou u dan willen? Dus als wij willen, een bestuurlijke fusie met Hilversum, zo snel mogelijk. Dat roepen wij ook al 3 jaar. En ons eindplaatje, dat roepen we ook al 3 jaar, is 1 grote gemeente in Gooistad. Maar we zien de stap naar Hilversum en de stap van Huizen met een aantal andere gemeentes, hè, de 3 variant, hè, van de huidige 7 naar 3 naar 1 gemeente. Dat is ons wensdenken. Maar Weidemeer heeft echt een probleem. En we kunnen onze ogen sluiten voor het probleem. En we kunnen onder onze posters blijven roepen van, hè, Weidemeer moet zelfstandig blijven. Het is prachtig. Maar de huidige realiteit met de stukken die er nu liggen en die er al lang liggen is, we moeten echt aan de slag om deze organisatie zo snel mogelijk onder te brengen. Ook om onze fantastische medewerkers, want het zijn het, weer een perspectief te geven waar ze naartoe willen. Mevrouw van Meulen. Ik kan me er volledig bij aansluiten. Volledig. En we hebben ons daarin inderdaad ook steeds gevonden. Ja. Wij zijn als VVD en Partij van de Arbeid GroenLinks steeds van mening geweest dat Weidemeer echt niet zelfstandig kan blijven. Om de reden die meneer Poel zegt. En we vinden dat we ook geen recht doen aan waar de burgers voor betalen. De woonlasten in Weidemeer zijn ontzettend hoog. We hebben de hoogste woonlasten in de regio. Wat ik van meneer Fuik vorige week begrepen heb, dat we de 11e zijn in Nederland. Dat is niet iets om trots op te zijn. Maar, van de duurste gemeente. Ja, van de duurste gemeente. Maar de burgers moeten te lang wachten totdat er wat gebeurt bij de gemeente. Als je een aanvraag indient, dan moet je langer dan de maximale tijd moet je wachten. Als er een vergunning aangevraagd wordt, dan wordt die soms pas verleend nadat het evenement al plaats heeft gevonden. Het kan gewoon niet. Je bent gewoon verplicht. En daarbij, kijk, we hebben nu 6 gemeenten in de regio. En op een aantal punten, zeker op het sociaal domein, kan de regio het goed vinden. Maar over het algemeen komt er niks van de grond of veel te weinig. Omdat we te veel meningen hebben in die 6 gemeenten. De bestuurlijke drukte, zoals ze dat dan zo mooi noemen, is gewoon te groot. En wij vinden dat we als regio ook een vuist moeten kunnen maken naar Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Flevoland, Almere. En dat kunnen we alleen maar doen als we 1 grote gemeente, ja, Gooi en Vecht zeggen wij dan, Gooistad niet, Gooi en Vecht. Wij zijn eigenlijk niet voor een fusie met alleen Hilversum, omdat wij vinden dat dat de bestuurskracht van de regio niet oplost. Het zal wel moeten zoals het er nu uitziet en daar staan we uiteraard voor open. Maar uiteindelijk hoop ik dat we na de verkiezingen dat we een klimaat hebben waarvan we zeggen, jongens, dit gaan we eerst doen, maar laten we nu gelijk de voorbereidingen treffen om gelijk naar 1 grote gemeente te gaan. En dan denk ik dat we onze regio echt goed op de kaart kunnen zetten en ook daadwerkelijk een vuist kunnen maken naar Amsterdam. Want Amsterdam heeft ook zijn problemen en als wij alleen als 6 gemeenten daartegen daarmee in gesprek moeten, ja, dat gaat hem niet worden. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal, mevrouw Vermeulen. Ik begrijp dat jullie het ook op dit vlak bijzonder met elkaar eens zijn. Toch hebben we nog even een laatste reactie van u nodig. De lokale partij in uw gemeente Weidemere, die wil naar het Europese Hof stappen om die fusie tegen te houden. Ik neem even aan dat u dat dus niet deelt. Ik deel het niet en ik vind het ook een actie voor de bühne. Als je gewoon kijkt, en we hebben daar overleg toevallig over met elkaar gehad, want er zat wat juridische expertise, maar dat kan mevrouw van Meulen veel beter vertellen dan ik bij de VVD die het heeft uitgezocht, dan zie je eigenlijk dat het een kansloze exercitie is. Ja, is het kansloos? Ja, dat is kansloos. Want? Kijk, als je het als gemeente niet eens bent met een herindeling, nou, we hebben gezien hoe de Gooise Meers tot stand is gekomen. Die hebben echt tot het laatst toe vooral Bussum gevochten tegen die samenvoeging. Dan is het proces eerst naar de provincie. De samenvoeging met naar Muiden en Weesp. Ja. Want toen Weesp afging, ja. Toen waren ze wel voor. Ja. Je gaat eerst naar de provincie, dan kom je bij de Tweede Kamer, Eerste Kamer.
En als je dan nog vindt dat die samenvoeging, die fusie, niet juist is verlopen, dan pas kun je naar het Europese Hof. Ja, u zult wel begrijpen, en dat is net wat meneer Spoels zegt, dit vind ik echt een actie voor de bühne. Dit is totaal niet realistisch. Maar het in de krant staat het leuk. Ja. Goed, ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw komst naar de bibliotheek. Sita Vermeulen van de VVD en Stan Poels van GroenLinks/PvdA. Volgende week zijn er opnieuw twee edities. Eén met politieke partijen in Gooisemeren en een tweede met lijsttrekkers uit Weidemeren.